Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wij zingen uit Psalm 24, vers 4 en 5. Ook vanmorgen plaatst de Heer ons voor de spiegel van zijn heilige wet vanuit Deuteronomium 5 en 6. En als antwoord zingen we uit Psalm 25 het derde vers. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem dit Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u.
Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Luister Israël, de Heere onze God, de Heer is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Amen. Laten wij samen bidden. Heer onze God, trouwe Vader van ons leven. Wij danken u dat u deze wereld zo lief had, dat u uw eigen Zoon gezonden hebt, zodat alle die in hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. O God, u bent zo anders dan wij. U bent zo vol van liefde, u bent liefde in persoon. Wij belijden u, wij houden er vaak al lang mee op met liefhebben als we denken dat het ons te veel gaat kosten. U bent zo ontzettend rechtvaardig. Wij belijden u, wij zijn zo vaak bezig om te schipperen en te marchanderen in de richting van u. Denken we zo vaak eerst aan onszelf en dan pas aan u. In de richting van de ander denken we zo vaak eerst aan onszelf en dan pas aan die ander. Heren, wij bidden u, bevrijd ons van al onze zonde en schuld. Schenk ons uw verzoening in Jezus Christus. Geef dat we in dit uur gemeenschap met u mogen hebben. Dat we ons laten koesteren in uw liefdevolle armen. Dat we weg zullen smelten van liefde door te zien in uw vriendelijke ogen. Kom zelf in ons midden. Laat uw woord zijn kracht doen in het midden van de gemeente. Maak ons leeg, o God, van al onze eigen gedachten. En doe ons gefocust zijn op uw gedachten. Ontdek ons diep aan ons eigen boze ik. En geef dat we ons restloos zullen overgeven aan u, voor het eerst of weer opnieuw. En velen in ons midden zullen gezegend zijn en gezegend blijven.
met een leven van bekering en geloof. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. We lezen de Bijbel vanmorgen op drie plaatsen. Allereerst de kern van de hele Bijbel, de kern van de Torah. Jullie kunnen het van catechisatie dromen. Leviticus 16, grote verzoendag, precies het midden van de eerste vijf boeken van Mozes. Leviticus 16, vanaf vers 20 tot en met 26. Wanneer hij, vers 20, de priester, de verzoening over het heiligdom, de tent van de ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden. Al hun overtreding overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarvoor gereed gesteld staat de woestijn in sturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Daarna moet Aaron in de tent van de ontmoeting komen en de linnen kleren uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze laten. Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met het water wassen en zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden met het brandoffer van het volk en voor zichzelf en het volk verzoening doen. Ook moet hij het vet van het zondoffer op het altaar in rook laten opgaan. Hij, die de weggaande bok heeft weggestuurd, moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Dan mag hij in het kamp komen. Vervolgens lezen we uit Johannes 10. We hebben intussen gezien, de herder geeft, de goede herder geeft. En waar was die zo goed in? In geven en in de deur zijn, zich ertussen werpen tussen hem en de schapen. We hebben in de volgende dienst gezien dat de herder op reis ging met een, ja dat weten jullie ook nog wel, hè, met een staf, met een slinger en met een stok. Met die staf kon hij soms een schaap weer even erbij halen. En met die slinger kon hij de schapen ook weer erbij halen als ze heel ver weg waren. En met een stok kon hij de wolven wegslaan. En nu gaat het over de liefde van deze herder in Johannes 10, vers 22. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Vervolgens Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Jezus neemt in vijf hoofdstukken afscheid van zijn discipelen. Hoofdstuk 13, 14, 15, 16 en 17. Dan bidt hij tot zijn Vader. En als hij gebeden heeft, dan geeft hij zich gevangen. Nadat hij dit gezegd had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeërs meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Ze antwoordden hem, Jezus de Nazarener.
Jezus zei tegen hen: ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei: ik ben het, deinsde zij terug en viel op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw: wie zoekt u? En ze zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Dit is het woord van God. Thema voor de preek: de herder is het lam. De herder is het lam. Jongens en meisjes, in deze tijd hoor je allemaal verhalen, hè, over dat de Heer Jezus gaat lijden en sterven, dat hij zelfs naar het kruis gaat. En toen ik zo oud was als jullie, kon ik daar echt wel een beetje verdrietig om zijn. Dan dacht ik: wat erg allemaal dat de Heer Jezus echt naar het kruis gaat. Was ik echt verdrietig over. Maar dan zei mijn moeder, en dat zeg ik vanmorgen ook maar tegen jullie: je hoeft niet alleen verdrietig te zijn, maar je mag er ook heel blij om zijn. Nou, dat vond ik heel apart. Waarom mag je daar blij om zijn? Blij dat de Heer Jezus naar het kruis gaat? Ja, want de Heer Jezus zegt: ik ben het lam van God. En wat betekent dat? Alle zonden, alle verkeerde dingen, die neem ik allemaal mee naar het kruis. En dat doe ik omdat ik jullie ontzettend lief heb. En daarom hoop ik dat je deze week een beetje verdrietig bent, maar ook ontzettend blij om wat de Heer Jezus doet en heeft gedaan. Daar gaan we straks nog meer over horen. Eerst zingen wij uit Psalm 118, vers 3, 4 en 8. 3, 4 en 8 van Psalm 118.
Ons antwoord op de preek is opnieuw uit de lofzang. De psalm die Jezus ook gezongen heeft voordat hij ging lijden en sterven. Psalm 114 tot en met 118. 113 tot en met 118. Psalm 116 vers 1 en 5. 116, 1 en 5. Ons antwoord op de preek. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had. Uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. De herder is het lam. Ja, gemeente, het waren twee ontmoetingen in Ede. Ze zijn me bijgebleven en ze kwamen me weer voor de geest toen ik deze preek maakte. De eerste ontmoeting was met een oude gemeentelid. Mijn vrouw had veel meegemaakt, diep verdriet in haar jeugdjaren. Het had haar leven getekend. Ze was ouder geworden. Ze wist dat het sterven zou komen. Ziet u er tegenop? Bent u er klaar voor? Ze was even stil. Toen zei ze vol overtuiging en liefde, dominee, Jezus Christus is gestorven, is verrezen ook voor mij. Heeft de zegepraal verworven en het leven ook voor mij. Aan Gods rechterhand gezeten zal hij nimmer mij vergeten. Maar uit deernis met mijn lot treedt hij voor mij in bij God. Ik was stil en diep geraakt. Deze vrouw wist zich geborgen in de handen van de goede herder. Dwars door alles heen wist ze van Jezus en zijn woorden, ik geef mijn schapen eeuwig leven. Ze zullen beslist niet verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Geen dood, geen duivel, geen zonde, geen helemaal niet. De andere ontmoeting was even later. Een jonge man belde op, mag ik komen praten, ik zit met een probleem. Al snel lag zijn vraag op tafel. Het is weer lijdenstijd, maar dat hele verhaal van Jezus, ik vind het zo onlogisch en vreemd. Waarom moest Jezus eigenlijk sterven? Als ik toch spijt heb van mijn daden, dan moet dat toch genoeg zijn om vergeving te krijgen. Ik was blij dat hij kwam. Een aantal gesprekken volgden over de vraag, wie is Jezus en wat kwam hij nou eigenlijk doen op deze aarde? Want dat Jezus zegt, ik ben de goede herder, ik geef mijn leven voor mijn schapen, dat klinkt natuurlijk mooi en liefdevol. Maar waarom was dat dan nodig? Twee ontmoetingen. De een was vol van geloof en de andere liep over van twijfel. Nou goed, laat ik eerst vanmorgen dan maar vragen, waar zit u ergens? Waar sta jij als het hierover gaat? Zeg je het mee, Jezus Christus is gestorven en verrezen ook voor mij? Twijfel je eraan? Waarom moest Jezus eigenlijk sterven? Of zit je er misschien ergens tussenin, tussen geloof en twijfel, tussen twijfel en geloof? Want eerlijk is eerlijk, je zult die vraag toch wel eens horen. En je zult waarschijnlijk niet de eerste zijn die die vraag te horen krijgt, want ik las van dominee Tim Keller, jarenlang was hij predikant in New York geweest. Hij vertelde de vraag, waarom moest Jezus sterven, hoor ik eigenlijk veel vaker dan de vraag, bestaat God? Veel zeggen het, niet waar? Het kan zomaar een gespreksonderwerp zijn tussen jou en je collega's die moslim zijn, tussen jou en studiegenoten die niet geloven, tussen u en familieleden die zijn afgehaakt. Waarom moest Jezus sterven? Ja, wat zeg je dan? Kun je dan iets vertellen? Vanuit je eigen hart en leven? Hoe breng je dat eigenlijk over op die ander? Nou goed, ik ga in deze preek drie redenen geven. Maar vooral is het mijn verlangen vanmorgen dat velen straks overtuigd zullen meezingen, God heb ik lief, ik ben gered en word gered, keer op keer. Dat je er in liefde van leeft en van leven gaat, dat deze zondag het geloof zal groeien en toenemen bij jou en bij mij. Dat in deze dienst je twijfels worden verdreven en verjaagd bij jong en bij oud. Waarom moest Jezus sterven? Waarom liet Jezus zich gevangen nemen? De eerste reden is eenvoudig, maar ook zo diep. Omdat hij
het wilde. Ongekende liefde, vind je niet? Omdat hij dat wilde. Jezus koos niet voor de comfortabele weg. Hij ging niet voor de makkelijke route. Hij wilde de zwaarste weg gaan. Zijn lijden was ongekend groot. Zijn sterven was intens diep. Hij deinsde er echter niet voor terug. Lees maar in het evangelie, de weg van lijden en sterven, het is Jezus niet alleen overkomen. Nee, zegt vers 4, hij wist wat er komen zou. En toch gaat hij. En toch gaat hij. Jezus zag zichzelf namelijk niet als een willoos slachtoffer. Hij ging niet als een machteloze gedupeerde. Hij ging zelfs niet als een of andere martelaar. Nee, hij wilde zelf deze weg gaan. Want hij sprak en zei, ik ben de goede herder, ik geef mijn leven. Dat doe ik zelf, dat wil ik, dat is mijn keus. Ja, en als je dat wil zien, als je daar een foto van wilt hebben, lees dan nog eens Johannes 18. Want Jezus en zijn 11 leerlingen, ze hebben afscheid genomen. Indrukwekkend klonk het gebed van Jezus. Vol liefde sprak hij tot zijn vader. Vader, ik kom tot u. Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt. Jezus heeft zichzelf helemaal leeg gebeden en nu steken Jezus en zijn leerlingen de beek Kedron over. Een beekje net buiten Jeruzalem. Bij deze beek kwamen de priesters, zo staat geschreven in 2 Kronieken 29 en 30. Hier werden afgoden verpulverd en weggespoeld. Hier werd de vuiligheid weggewassen. Hier werd de dienst aan God weer geheiligd. Een ritueel van wel 16 dagen. Een dag voor het Pascha is het voltooid. Uitgerekend, deze beek steekt Jezus over. Hij zal nu als een priester zijn eigen leven geven gaan. Deze nacht gaat het gebeuren. Nee, Jezus duikt niet onder. Hij kiest heel bewust voor deze plaats. Judas kent ook deze plaats, zegt vers 2. Kijk, daar komt hij samen met een hele afdeling soldaten. De grondtaal zegt een spijra. Is dat een cohort, een groep van 600 soldaten? Of is dat een manipel, een groep van 200 soldaten? Nou ja, het is in ieder geval een hele grote groep. De dienaren van de priesters zijn erbij, de fariseeën ontbreken niet, dus de godsdienstige wereld, de seculiere wereld, ze slaan de handen ineen. Ze komen de hof binnen met lantaarns, fakkels en wapens. Ja, als je het ziet gebeuren, denk je, man, wat een bombarie. Is dat allemaal echt nodig? Ik bedoel, al die lantaarns en fakkels, waar is het goed voor? Het is rond Pasen, dan is het volle maan. Voldoende licht, zou je zeggen. Trouwens, ze komen om maar één man te arresteren. Met wel 200 of zelfs wel 600 soldaten. En dan nog al die wapens. Erg overdreven, vind je niet? Het wordt zelfs nog vreemder. Want Jezus vlucht helemaal niet weg. Hij treedt zelf naar voren. Hij weet wat er komen gaat. En hoor eens, wie zoekt u? Heel uitnodigend klinkt zijn stem. Maar de reactie is nogal ruw en onbehouden. Jezus, de Nazarener, die man uit Nazareth. Hoor. Ik ben het. Zo. In het Grieks zijn het maar twee woorden. Ego, I, me. Ik ben. Ik ben. Wat een woord, hè? Dit is een machtswoord. Kijk zelf maar, want heel die bende rolt ondersteboven. Als luciferstokjes vallen ze allemaal omver. Maar ook nu vlucht Jezus niet weg. Hij zegt niet, net goed, hadden we ze mooi te pakken, nu wegwezen. Nee, hij blijft gewoon staan. En opnieuw vraagt hij, wie zoekt u? Jezus de Nazarener. Ik heb toch gezegd dat ik het ben.
Jezus geeft zelfs een bevel. Het staat er in de gebiedende wijs. Als je mij zoekt, laat deze weggaan. Voel je? Jezus heeft de regie. Hij geeft zichzelf en hij openbaart zichzelf. Hij openbaart zichzelf, ja. Want wel drie keer lees je hier, ik ben, ik ben, ik ben. Dit is namelijk Jezus, het vlees geworden woord. Hij is Gods zoon, in hem komt God zelf tot ons. De ik ben die ik ben, de ik ben er. Lees maar in Exodus 3. Dit is Gods eigen naam, die naam zo heilig, zo groot en zo goed. Hier straalt de goddelijke glorie van Jezus af. En hier gloeit de goddelijke afkomst van Jezus ons tegemoet. Wat een openbaring, vind je niet? Want 7 keer sprak Jezus heel verhullend in dit evangelie. In die zogenaamde ik ben woorden. Hè? Jij kent ze ook wel. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding in het leven. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben de ware wijnstok. Verhullend sprak Jezus over zichzelf. Maar nu gaat de doek er helemaal af. Ik ben. In goddelijke macht openbaart Jezus zichzelf. Hij geeft zichzelf vrijwillig en bereid. Ja, gemeente, van zo'n Jezus ga je toch houden? Van zo'n Jezus ga je toch houden? Maar nog dieper vanmorgen. Zo'n Jezus hebben jij en ik nodig. Hij die zo liefdevol zichzelf geeft. Hij die zo goddelijk liefdevol spreekt. Ik ben. Dus waarom moest Jezus sterven? Omdat hij dat zelf wilde. Pure liefde, oneindig groot, onpeilbaar diep. Maar waarom wilde hij dat dan? Ja, nu dalen we nog dieper in het lijdensmysterie. Want waarom wilde hij dat? Omdat de Vader dat wilde. Tweede reden waarom Jezus sterven moest. Omdat de Vader dat wilde. Kijk zelf maar, de Heer Jezus staat daar in de hof. Hij openbaart zichzelf, hij geeft zichzelf. Hij geeft een bevel erbij, laat deze weggaan. Hij wijst naar al zijn leerlingen, ze mogen gaan. Maar lees eens verder, want vers 9 zegt, dat doet hij opdat vervuld zou worden het woord dat hij zelf gesproken had. Uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Dat is een aparte zin. Dat lees je eigenlijk nergens. Kijk, meer dan eens klinkt in de evangelie opdat vervuld zou worden wat de profeet zei. En dan komt er een citaat uit Jesaja of uit Jeremia. Of opdat vervuld zou worden wat de schrift zegt. En dan komt er een citaat uit Zacharia. Maar hier wordt uitdrukkelijk erbij vermeld. Dit is vervulling van wat Jezus zelf heeft gezegd. De enige keer in het evangelie. En als je even bij die tekstverwijzingen onder in je Bijbeltje kijkt. Dan zie je daar 3 teksten staan. 3 keer heeft Jezus dat gezegd. In Johannes 6 vers 39, in Johannes 10 vers 28 en in Johannes 17 vers 12. Want Jezus heeft gezegd in Johannes 6, dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Hoor je dat? Jezus sterft dus omdat hij het zelf wilde en omdat zijn Vader dat wilde. Ja, zeg je, ja, met alle respect hoor. Maar welke vader wil dat nou? Dat is toch niet voor te stellen? Moet dat echt zo? Ik begrijp je vraag. Petrus begrijpt het ook maar al te goed. Petrus denkt, ja, dit laten we niet gebeuren. Hij begint te zwaaien met een zwaard. Pats, een oor. Het oor van Malchus.
Want Jezus hoeft toch niet te sterven? Maar luister eens wat Jezus zegt in vers 11. Hij zegt, doe je zwaard terug in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Hè? De drinkbeker die de Vader geeft aan mij? Wat is dat? Wat bedoelt hij? Nou, lees het Oude Testament, Jesaja 51 en Jeremia 25. Steeds gaat het over die drinkbeker. De volkeren moeten die beker leeg drinken. Het volk Israël moet er soms ook uit drinken. Dat is zo aangrijpend. Want weet je wat die drinkbeker zeggen wil? Hou je goed vast. De toorn van God over de zonde. De verbolgenheid van God over het kwaad. Dat is wat? Zonde en kwaad. Daar kan God niet mee leven, gemeente. Dat kan God niet door de vingers zien en hij wil het niet voor lief nemen. Maar zeg nou zelf, dat is toch rechtvaardig? Dat is toch rechtvaardig? Kwaad en zonde kan toch niet ongestraft blijven? Er moet toch genoeg worden gedaan? Ik bedoel, als iemand groot kwaad heeft gedaan, kwaad waar we steeds in de kranten van lezen, als iemand een ander echt heel zwaar beschadigt, op welke manier dan ook, gewoon afschuwelijke zaken, dan zeg je toch niet, joh, zand erover, we hebben het er niet meer over, jij zegt sorry, alles is weer goed. Het is vergeven hoor. Nee. Want er is iemand ernstig tekort gedaan. Er is iemand onrecht aangedaan. Er is iemand zwaar beschadigd. Voel je dat? Juist dat wordt zichtbaar in het Oude Testament, in heel die offerdienst. De offerdienst vertelt ons, ga nou niet zitten redeneren over God zoals jij denkt en voelt dat hij wel niet zal zijn. Maar neem God serieus in wie hij is en zeg te zijn. Want de Bijbel zegt, God is onrecht aangedaan. Zijn wet is overtreden. Zijn toorn is wakker geroepen. Zijn wet zegt dat hij straffen moet. Jij en ik, wij hebben de dood verdiend. Oh. Zo ga je in het recht wil treden. O Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Wie zal bestaan? Maar wacht, want in zijn liefde geeft hij het offer. De rechtvaardige straf wordt voltrokken, volkomen rechtvaardig. De toorn van God wordt gestild, helemaal nodig. Maar kijk eens goed, want het offer bewerkt verzoening. Verzoening tussen God en mens. De straf wordt voltrokken, niet aan jou, maar in het offer. De toorn van God wordt gestild, niet aan jou, maar in het offer. In het offer wordt er genoeg gedaan aan God. Het moet namelijk een volkomen offer zijn om het onrecht te herstellen. Zo kan God weer gemeenschap hebben met mij. Hoor je dat? Want Jezus kent dus de Bijbel. Hij kent de offerdienst. Hij kent zijn Vader als geen ander. Hij weet van het kwaad dat zijn Vader is aangedaan. De toorn die dat wakker roept bij zijn Vader. Al de zonde, al de schuld, al het onrecht. Die drinkbeker is er vol van. Maar luister goed. Want nu klinkt de stem van Jezus vol van liefde. Helemaal bereid. En hij zegt, de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Vanaf nu zet hij hem aan zijn lippen en hij drinkt hem leeg, teug na teug, tot op de bodem, tot aan het kruis en tot in het graf. Want Jezus heeft het recht van zijn Vader lief, tot het einde. Tot hij alles heeft volbracht en de beker heeft leeggedronken tot de laatste druppel. Gemeente, van zo'n Jezus ga je toch houden? Maar nog dieper, zo'n Jezus hebben jij en ik nodig.
Hij die zo liefdevol zichzelf geeft, hij die zo goddelijk liefdevol spreekt. Zal ik die niet drinken? Zal ik die niet drinken? Dus waarom sterft Jezus? Omdat hij dat zelf wilde. Twee, omdat zijn vader het wilde dat hij de drinkbeker zou leegdrinken. En nu de derde reden. Want waarom moet hij die beker dan leegdrinken? Nou, kijk eens goed hoe het staat. In vers 4 staat namelijk: Jezus dan trad naar voren. Zie je het gebeuren? Dus Jezus gaat staan tussen zijn leerlingen en tussen de soldaten. Zie je dat? Hij is namelijk de goede herder. Hij geeft zijn leven, hij legt zijn leven neer als de levende deur. Hij werpt zich ertussen, niet dan over mijn lijk. Hij zal gaan tot naar de slagbank, tot naar het kruis. Want niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Ik hou ze vast, ik leg mijn leven af voor al mijn schapen. Dus als de goede herder vecht Jezus hier als een leeuw voor zijn schapen. Koninklijk en gebiedend klinkt zijn stem tot al die wolven en dieven. En hij zegt: als je mij zoekt, hier ben ik, maar laat deze weggaan. Dat is dus de derde reden. Jezus sterft voor zijn schapen. Ja, zeg je, ja, Jezus sterft voor zijn schapen, dat zeg jij. Maar waarom moet dat? Nou, luister nog eens naar Jezus. Hij staat daar in die hof en hij zegt: laat deze weggaan. Weggaan. Hoor je het? Weggaan. In dat woord komt alles samen van deze preek. En dat woord, dat moet je maar onderstrepen, want dit is een echt verzoeningswoord. Ik bedoel, dat is geen zakelijke mededeling. Zo van: nou, laat hen nou maar gaan. Maak je vooral niet druk over hen, want jullie moesten mij hebben. Nou, hier ben ik dan. Nee, gemeente, dat weggaan, daarin komt alles samen. Weggaan. De weggaande bok. Weet je het nog? Op grote verzoendag, hè, de ene bok werd geslacht en de andere bok werd weggestuurd. De woestijn in, daar zou die sterven gaan, we lazen het. Die leerlingen mogen weggaan. Dat is dus pure liefde, enkel genade. Ze mogen weggaan, niet de woestijn in, om te sterven, maar weggaan om te leven. Dus die leerlingen die mogen weggaan. Niet de woestijn in om te sterven, maar weggaan om te leven. Want Jezus treedt naar voren, hij spreekt zijn machtswoord. Hij laat hen niet verloren gaan, hij zal gaan voor hen. Deze herder is het lam. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Het lam van God dat zichzelf opoffert voor al zijn schapen. Hij gevangen en wij bevrijd. Hij gedood en wij krijgen het leven. Hij gebonden, zodat wij worden ontbonden. De gemeente, zegt dan eens: sta je al achter die lijdensrug van Jezus?
Sta je al achter de lijdensrug van Jezus? Want 7 lijdensweken hebben we hem gezien. Wat heeft het met je gedaan? Wat hebben die 7 weken met u gedaan? Ben je weggekropen achter Jezus? Is hij voor jou het lam? Leef je van zijn liefde en verzoening nog meer, nog intenser, nog dieper, zoals die vrouw waar ik mee begon, dat je overtuigd mag zeggen, Jezus Christus is gestorven, is verrezen ook voor mij, heeft de zegepraal verworven en het leven ook voor mij? Of denk je eigenlijk, wat een verhaal? Verzoening, waar heb jij het over? Straf die moet worden uitgeboet. Waarom zou dat? Een ander die voor me moet sterven. Wat moet ik daarmee? Dan zou ik je willen waarschuwen. Kijk daarmee uit. Voor je het weet sta je net als Judas niet bij hem, maar bij hen. Zo ga je verloren. Zonder herder die voor je vecht. Zonder lam die voor jou de zonde draagt. Ja, zegt misschien iemand, ik zal het maar heel eerlijk zeggen en ik bedoel dat echt niet brutaal, maar ik zit dan te kijken naar dat sterven van Jezus en dan denk ik, ja, is het dan echt zo erg met mij? Heb ik dan echt zo verzoening nodig? Kijk, ik doe wel eens verkeerde dingen, dat wil ik best toegeven en ik ben niet volmaakt, dat klopt. Maar dat een ander voor mij sterven moet, ja, daar kan ik gewoon niet bij. Oh. Zou je dan in de komende stille week dan niet elke dag heel eenvoudig bidden gaan? Heren, laat mij mijn zonde zien. Durf je dat? Laat mij mijn zonde zien. Gewoon vragen aan God. Eenvoudig en diep. Heren, als ik echt verzoening nodig heb door dat sterven van Jezus, wilt u mij daar dan aan ontdekken? Zulke gebeden weet de Heer wel raad mee hoor. Om jou en mij heilzaam te ontdekken. Trouwens, dat gebed hebben wij allemaal nodig. Steeds opnieuw. Zelfs als je in je leven achter die lijdensrug van Jezus bent gaan staan. Zelfs als je diep mag geloven. Ik mocht weggaan, want hij ging voor mij. Dan heb je dit nog steeds nodig. Om te bidden en te vragen in je leven. Heren, dat ik echt verzoening nodig heb door het sterven van Jezus. Geef dat ik me dat blijf beseffen. En weet je waarom ik dat zo zeg? Dan moet je naar Petrus kijken. Dan weet je precies waarom we dat blijvend nodig hebben. Want Petrus die staat eerst te zwaaien met dat zwaard. En even later klinkt tegenover het ik ben van Jezus tot wel 3 keer toe uit zijn mond. Ik ben niet. Ik ben niet hoor. Ik ben niet. Dus ook Petrus die zoveel van Jezus hield. Hij moet nog dieper in zijn leven leren. Je hebt verzoening nodig, Petrus. Je hebt Jezus echt nodig dat hij voor jou sterft aan het kruis. Dat hij als de goede herder voor jou vecht als een leeuw. En dat hij als de goede herder voor jou draagt als het lam. En als je dat nou allemaal niet geloven kunt, gemeente, dan leg je deze week Johannes 18 op tafel. En dan lees en herlees je de komende week elke dag dit gedeelte, steeds opnieuw. En steeds kijk je naar Jezus. Elke keer luister je naar Jezus. Wat hij zegt, wat hij doet. Want Jezus weet als geen ander, op zijn diepst en op zijn allervolmaakst, al die mensen die daar staan, die door de Vader aan mij gegeven zijn. Ze hebben verzoening nodig. Ze hebben nodig dat ik voor hen tussentreed. Ze hebben nodig dat ik voor hen als het lam de zonde wegdraag. En niet alleen voor hen, maar voor de zonde van de hele wereld. Ik weet zeker, gemeente, waar je gelovig deze Jezus vanmorgen ziet en in de stille week die komt. Daar zul je zielsveel van hem houden. Nog intenser.
nog dieper. Daar geef je je leven aan Hem. Voor het eerst of weer opnieuw. In liefde en geloof. Nee. Dan word je niet bang dat Jezus zegt tegen zijn vader, hen die u mij gegeven hebt. Dan begin je niet direct te zuchten over de verkiezing van de vader. En ga je niet redeneren als was het een wiskundesom. Maar dan ga je verwonderd en in liefde ervan leven. Door het geloof mocht ik me geven aan het lam. Want hij gaf zichzelf aan mij. Onder die preek in de Morgensterkerk. En ik mag weten door de Vader, ben ik in de stille eeuwigheid al gegeven aan Hem. Ja, zo mag je weten. Niemand zal mij ooit uit de hand van de Vader rukken. Niemand kan mij ooit uit de hand van Jezus rukken. Geen dood, geen leven, geen moeite, geen pijn, geen engelen, geen overheden. Geen tegenwoordige dingen, geen toekomstige dingen. Geen hoogte, geen diepte. Geen enkel ander schepsel zal mij scheiden van de liefde van God. In Christus onze Here. Want Jezus Christus is gestorven. Is gestorven. Is verrezen. Ook voor mij. En uit deernis met mijn lot treedt hij voor mij in bij God. Gemeente, alleen zo'n God is een God om echt lief te hebben. Nu en tot in eeuwigheid. Amen.
We willen dank en ook voorbeden doen voor mevrouw Irma Bezuijen uit Voorburg. Ze is geopereerd en kwam weer thuis. Mevrouw van de Tang Buis van de Eerste Stationsstraat is ernstig ziek thuis. Mevrouw Desiree Veenman van de Oranjelaan 19 ontvangt deze week voorlopig de laatste reeks bestralingen. Meneer Den Hoed van de Dorpsstraat vroeg voorbeden gisteren aan mij om te bidden dat hij de Heere niet ongeruimd zal toeschrijven in deze ziekte, maar dat de Heere geëerd zal worden ook op zijn ziekbed. We bidden ook voor broeder Gelijns, die onwel werd en het lijkt weer iets beter te gaan. We bidden voor de belijdeniscategezanten die volgende week belijdenis van het geloof zullen afleggen. En we danken en bidden met Nico en Monique. Op 2 april aanstaande zullen Nicolaas Weiland en Lena Margaretha Huurman elkaar trouw beloven voor de rest van hun leven. Op zaterdag 6 april aanstaande zal de kerkelijke bevestiging en inzegening plaatsvinden in de Morgensterkerk. De dienst begint om 1 uur. We feliciteren jullie van harte, samen met jullie kinderen en kleinkind. Hun adres zal zijn Molenstraat 43. Laten wij samen danken en bidden. Heer Jezus Christus, wij danken en loven u voor uw intense zondaarsliefde. Maar dat niet alleen, maar juist ook de intense liefde tot uw Vader. Tot het recht van uw Vader. Ik dank u, Heer Jezus Christus, dat u zichzelf vrijwillig hebt gegeven, dat u dat wilde. Dat u daar uiteindelijk niet voor terugdeinsde. Maar dat u na die hele worsteling in de hof van Gethsemane uiteindelijk het zei, ik ben het. En u zelf gaf als het offerlam. Ik dank u, Heer Jezus, dat u uw Vader zo lief had. Dat u de drinkbeker helemaal hebt leeggedronken. Die de Vader aan u gegeven heeft. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat u uw schapen zo lief had, dat u ging als het lam voor hen. Wij eren en aanbidden u om wie u bent. Wij vragen u, geef dat wij voor het eerst en steeds weer opnieuw vervuld zullen zijn van dat verzoenende werk van Jezus. Dat ons dat nooit zal vervelen. Dat we nooit zullen denken, nou weet ik het onderhand wel. Maar dat we in liefde ervan leven zullen. Dat we er zelfs eenmaal mee sterven zullen. Rustend op dat werk van u. Heere, bewaar ons ervoor dat wij net als Judas zouden komen te staan bij hen. Juist aan de andere kant. Dat we verloren zouden gaan. Maar o God, wilt u zelf ons brengen aan uw voeten? Dat wij mensen zullen zijn die ons steeds weer geven aan het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Wij bidden u voor deze wereld waar helse machten zoveel kapot willen maken. Wij bidden u in het bijzonder voor al de nabestaanden van die vreselijke aanslag in Rusland. O God, wij roepen om uw ontferming. Wij vragen u, wees met al die mensen in diep verdriet, troost hen. Maar mensen in koele bloeden werden neergemaaid. O God, doe toch recht over al het onrecht. Wij bidden u voor het volk van de Oekraïners en wat voor een gevolgen deze aanslag zal hebben voor de oorlog die al zo lang gaande is. O God, wilt u het geweld toch doen ophouden en stoppen. Dat er een keer komt. Dat er werkelijke vrede zal komen en shalom. Wij bidden voor het volk van zoveel in Afrika die in strijd verwikkeld zijn, soms al zo lang, in Haiti, Ethiopië, Soedan, waar onrust steeds weer oplaait en het geweld om zich heen grijpt. O God, laat uw koninkrijk toch komen. We bidden voor uw volk Israël. Het Purimfeest wordt gevierd en wij moeten constateren dat er nog steeds
een Haman-geest door deze wereld gaat. Het antisemitisme wat ongekende vormen steeds weer aanneemt. O God, dan bidden wij u, verblijd uw volk opnieuw met de redding die er is bij u en vanuit u. Laat het geweld toch doen ophouden. Geef dat de gijzelaars worden vrijgelaten. En de werkelijke vrede zal komen voor Israël en de volken rondom. We bidden voor ons land, voor de regering, voor ons koningshuis. Geef wijsheid, geef kennis en inzicht. We bidden voor al degenen die werkzaam zijn in het onderwijs, in de zorg of als ambtenaar. Wij bidden u voor de agrariërs die zorg dragen over het vee en het gewas. O God, wilt u op al die plaatsen waar u ons roept, ons geven dat we ons werk zullen doen en onze talenten zullen besteden tot uw eer. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Wilt u de dwaalleringen weren en dat het woord zijn kracht doet ook in grote wereldkerken, zoals de Rooms-Katholieke Kerk, de Russisch-Orthodoxe Kerk en nog zoveel grote wereldkerken die er zijn en kleinere groepen die er ook zijn. O God, geef dat uw kerk werkelijk het woord en alleen het woord ons richtstoel zal zijn voor heel ons leven. Wij bidden u voor de gemeente hier in Zoetermeer. Voor hen die belijdenis hopen te doen volgende week, zo u het geeft. Geef hen een goede voorbereidingsweek. Geef hen veel verlangen om u te belijden voor God en de mensen. Heren, wij bidden u voor hen die ziek zijn. We hebben namen genoemd, we hebben ook namen niet genoemd. O God, gaat u met hen allen mee. Geef dat in ons ziek zijn wij u niets ongerijmd zullen toeschrijven, maar u ook in ons ziek zijn zullen volgen, ons kruis zullen dragen achter u aan. Heren, u weet als dat soms heel moeilijk is en als dat soms ontzettend bestreden wordt. Als wij zoveel pijn ervan lijden, soms ook psychisch door zo'n donkere weg moeten gaan. O God, dan roepen wij om uw ontferming en om het in de vragen van het leven uit te houden en vol te houden en vooral te mogen zien op u, de Heer Jezus Christus, die de weg is gegaan van lijden naar heerlijkheid. Houd ons zo vast, o God. Geef dat ook aan alle die rouwen in de gemeente, die korter of langere tijd geleden een geliefde zagen volgaan, soms zelfs een kind. O God, wees ons nabij en troost ons. Wij bidden u ook voor het huwelijk dat gesloten zal worden tussen Nico en Monique. Wij danken u, Heren, dat ze elkaar gevonden hebben, dat ze hun ja-woord mogen uitspreken naar elkaar. Heren, tegelijkertijd komt ook zoveel van het verleden bij ons boven. Wilt u troosten in het verdriet dat altijd meegaat? Wilt u verzoenen in het verdriet wat ons steeds opnieuw zo heel dicht bij ons is? O God, wij bidden u voor de jongeren van de gemeente. Als de catechisaties zijn afgelopen, geef heel veel jongeren die als gezonde vissen tegen de stroom zullen inzwemmen, die de beste keus zullen maken die er ooit te maken is, om te leven met u en bij u. We bidden u voor de kinderen ook van de zondagsschool. Als deze zondag de zondagsschoolseizoen wordt afgesloten, wilt u nabij zijn. Geef dat de verhalen die verteld zijn zijn kracht zullen doen in het leven van ons en onze kinderen. Gaat u zo met een ieder van ons mee deze stille week in, om de weg naar Goede Vrijdag en Pasen. En vervul ons met een diepe eerbied en een intense liefde voor de Heer Jezus Christus, die hoog gelooft en geprezen moet zijn tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ten slotte op Psalm 16, vers 4. Ik stel de Heer mij steeds voor ogen, ook in de stille week die komt. We bidden voor er wordt gecollecteerd voor de kerk en voor Jemima. En bij de uitgang voor het onderhoud van de Morgensterkerk. En bij de uitgang is er voor alle gezinnen, van de gezinnen die kinderen in de basisschoolleeftijd hebben, een pakketje met kaartjes om elke dag een stukje te lezen over wat de Heer Jezus heeft gedaan. En voor de zondagsschoolkinderen komt dat straks, maar ook voor de andere kinderen ligt er iets klaar. Neem dat vooral mee. Psalm 16, vers 4.
Heft uw harten op tot God en ga van hier als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.